verdachte inzicht. En verraden ze hem vol voorbij, ja, heeft hem gezien. Gaan langs de golfbaan, Kom maar klem, hij gaat ook sneller rijden, joh, de gek. Oh, voertuig is gecrashed. Jullie krijgen naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5, LSP Diva Amor. En vandaag ga ik op pad met de Zulu. Ja, dat is heel lang geleden. En ik ga er niet te veel over kwijt. Waarom het lang heeft geduurd, maar goed. Het was vooral tot ik er even geen zin in had. En tot ik dit toch redelijk saai vond. Maar dat jullie het toch wel leuk vinden, denk ik. En ja, mijn uniform, voordat daar wel overal commentaar komt. Ik heb er maar wat van gemaakt. Ik dacht van, ik pak eens wat leuks. Dan in ieder geval, we gaan vandaag voor het eerst met controller doen, echt in een hele lange tijd. Dus daar gaat waarschijnlijk nog wel het een en ander fout. En ik durf ook nauwelijks te bewegen met mijn controller, want ik weet dat als ik in een voertuig zit en ik beweeg te veel met mijn controller en de kabel heeft een buiging erin, dat die heel raar gaat doen en dat ik nog wel eens per ongeluk uit die heli wil springen of vallen. Daar gaan we mee opletten. Vandaag... ja, gaan we eens kijken wat we allemaal gaan beleven. Vooral achtervolgingen. En vanuit daar assistentie opvragen. En de collega's dat op straat laten oplossen. Ik zie heel veel de vraag. Waar blijft dit? Waar blijft dat? Wanneer komt dat weer? Wanneer komt dat weer? Ja, daar ga ik nu antwoord op geven. Dat komt. Ik zie jullie verzoeken. Maar ik heb het gewoon super druk. En ik heb bijna geen tijd om video's te maken. En vaak ook even geen zin meer. Hij heeft een beetje een afwijking die heli. Dus ik doe mijn best en het komt er echt aan, maar ook roleplay. Ik heb er gewoon geen tijd voor om ook nog video's om een groepje bij elkaar te krijgen, bedoel ik dan. En vanuit daar dan nog een heel roleplay scenario op te starten en op te nemen en zo. Dus ik doe mijn best. Ik pak hem trouwens even hier voordat we dadelijk ineens een landend vliegtuig tegemoet vliegen. We gaan gewoon lekker patrouilleren. Soort van een rondje vliegen en meldingen voornamelijk inspannen, denk ik. We storten geloof ik al neer, hè? Ja, we zijn redelijk laag. We gaan gewoon op de X drukken en kijken wat allemaal 12.31 rond gaat hier in Los Santos. En ik zie een georganiseerde straatrace, echter is die melding afgehandeld door LSPDFR om een crash van het systeem te voorkomen. Dus dat is fijn, bedankt LSPDFR. Gaan we nog eens luisteren. Zonder een mes, daar heb je niet heel veel aan. Kunnen eens kijken. Maar ik denk dat je dan heel laag moet gaan vliegen. Om vervolgens zelf aan te houden. Je kunt daar geen collega's op afsturen. Oké, nu gaan we weer eens met die camera proberen en dat is ook al echt lang geleden. Er wordt gestoken. Dat hier? Ja, dat is daar. Hè. Verdachte in zicht. Hij ziet, je kunt geen collega's daarop aanvragen. Mevrouw, ren weg, ren weg. Steek die handhaver anders neer. Ja, steek hem neer. Nee. Waarom denken jullie, waarom laat je die handhaver neersteken? Ja, shit. Omdat ik dan... Oh shit, dat wordt flink gestoken. Omdat die dan gaat schieten. Ik heb een ambulance gevraagd en die laat ik zeker komen. Collega's rijden boven. Nee, collega's rijden boven. OC-verdachte in ieder geval in zicht, heeft een mevrouw neergestoken. Collega's lijken niet helemaal te begrijpen waar het is. De ambu is er wel al. Ja, nu gaat hij fout. Nu zie ik even niet waar ik naartoe ga vliegen. Ik ga gewoon landen hier, joh. En dan schiet ik hem gewoon overhoop. Dit is een beetje onrealistisch. Maar ja, mijn collega's doen het niet. Het was een beetje, het is ook een beetje uitvogelen van... Als ik een melding aanneem, ga ik dan...
kan ik dan mijn collega's erop afsturen of moet ik het zelf doen? Handen omhoog. Mensen laten vallen. Kom op. Weet je wat ik nu ga doen? Nu laat ik de collega's er wachten hangen. Collega's, pak hem. Ik pak de Zulu. Een collega vraagt om uw assistentie. Oh, die rijdt hem aan. Collega's hebben hem aangereden. Hij denkt dat hij alles aangehouden. Ambu is aanrijden. Verdachte aangehouden. Door de collega's. Goed werk. Ja, OC eenmaal aanhouden. Transportje wordt geregeld. Een collega vraagt om uw assistentie. Verdachte gaat mij. 12-5, ik ben onderweg. Ambulance lijkt te plaatsen zijn. Bij het slachtoffer. Deze melding is ten einde. Waarom? Daar ligt er iemand. Ah, die zien hem. De tweede ambulance is ook gekoppeld, maar afgekoppeld zo te zien. Ambu is dus bezig met ons slachtoffer en wij gaan alvast de straat op, of de straat op, de stad weer in, zeg maar. En mijn collega's handelen het wel verder hier af met die ambu. Rijdt alsjeblieft prio 1. Mogelijk gestolen voertuig over de snelweg. Ik wil zicht te hebben, zwart voertuig neemt hier de afslag. Direct onder mij. Kan nu echter niet. Nee, staat stil. Toch de afslag genomen zo te zien. En gaat dan nu rechtsaf. Ja, rechtsaf. Dat is het voertuig voor in zicht. Gaat linksaf, linksaf. Eén persoon in het voertuig. Hoge snelheid. Gaat rechtsaf. Ik heb even geen idee hoe ik vlieg. Voertuig uit het zicht. Voertuig in zicht. Gaat linksaf tegen verkeer in. Nou, blijft staan. Gaat toch mee. Ja. Voertuig aan het volgen. En wij zijn gejoined en wij kunnen collega's vragen die over de weg deze verdachte gaan aanhouden. En dat doet hij met de Vito. Voertuig gaat rechtsaf. Rechtsaf. De ambu die is gekoppeld wordt gecanceld. En wij gaan weer door. Voertuig gaat linksaf. Druk verkeer hier. Geen idee hoe ik vlieg en waar ik dadelijk tegenaan ga vliegen. Maar het lijkt wel goed te gaan. Voertuig rijdt op dit moment 5 km per uur. Raampje lijkt kapot ingetikt. Achter is al schade aan het voertuig zichtbaar, mogelijk dat hij een ongeval heeft gehad. En op dit moment 0 km per uur, want we staan stil. Meer collega's AUB, meer collega's AUB. Eén collega vraagt om uw assistentie. Rijdt alsjeblieft prio 1. Voertuig staat nog steeds vast als jullie nou ingrijpen. Voertuig staat stil. Rijden 40 in het uur. Negeert de verkeerslichten, denk ik. 40 in het uur blijft hij wel aanhouden. Misschien kan hij niet echt sneller door zijn achterband. Heeft redelijk vrije doorgang. Blijf wederom stilstaan, meerdere collega's deze kant op alsjeblieft. Als jullie niks eraan doen, de ene die er al achter zit, gaat verrijden, zit hem vol voorbij, ja, heeft hem gezien. We gaan langs de golfbaan, langs de golfbaan. We gaan echt
maar 40 km/u, jongens, jullie kunnen die makkelijk bijhouden. Ik denk doordat zijn achterwiel beschadigd is dat hij niet echt veel sneller kan. En linksaf de woonwijk in. Jongens, kom op, we rijden super langzaam. Is dat niet shift Q? Ja, full out aggressive pakken jongens. Gewoon rammen, beuken tot hij niet meer kan en dan rijden jullie maar helemaal klem. Hij gaat ook sneller rijden, joh, de gek. Oh, voertuig is gecrashed. Nee, gaat verder spinden. Maar gaat verder. We halen denk ik wel de 80 net even. Nu weer 40, 45 ongeveer. Jongens, duurt lang. Waar zijn die eenheden? Waarom houden jullie afstand? Nogmaals, collega's erbij, alsjeblieft. Nogmaals, collega's erbij. Ja, daar komt niets. 2B-klasses. Come on, boys. Klem zetten. Waarom hebben die B-klasses luchthoren? Ja, dat heb ik vergeten aan te passen. Sorry. We gaan linksaf. Collega's, nogmaals, er zitten heel veel eenheden achter, maar waar zijn jullie? Daar komt een B-klasse, die gaat eens wat actie ondernemen, geloof ik. Nee, ze durven het toch niet aan. Hij rijdt zelfs achteruit, joh, die B-klasse. Nog een B, een Vito, ja, lekker gepit. Nogmaals een pitje. Collega's, hij gaat de voeten vandoor. Hij staat stil, achtervolging te voet. Pak hem, ik verlies de controle over mijn heli. Oh shit, oh shit. Gaat goed. Alles onder controle. Hij rent nog steeds. De collega's zijn echter sneller. Nee, nu gaat hij helemaal fout. Nee, hij gaat vergoed. Ja, verdachte... Nee, oh, niet aangehouden. Wel aangehouden. Ja, verdachte aangehouden. Lijkt te zijn neergeschoten, maar alles onder controle. De collega is op dit moment een BTGV-procedure aan het uitvoeren. En de verdachte is daarbij aangehouden. Lekker werk, pikmans, broers, alles. En wij gaan lekker retour. Nee, oh nee, we gaan niet retour, we gaan ergens tegenaan vliegen. Het gaat helemaal fout, oh my god. Nee, gaat goed. En dan ben ik heel erg aan het twijfelen, maar dan denk ik toch dat ik richting vliegveld terug ga en de video ga beëindigen. Nu zullen jullie denken, oh maar 2 meldingen. Ja, dat klopt, en dat denk ik ook wel een beetje. Maar aan de andere kant, video's niet te lang maken. En ja, ik kan nu wel weer deze video nog een melding doen, nog een achtervolging. Jullie zagen net wel weer hoe lang dat duurt. Maar ik kan ook nu misschien nog een video maken, zodat ik toch weer mijn video's kan behouden. Want morgen moet ik ook weer werken. En vrijdag ook. En dan heb ik allemaal geen tijd voor de video's. Dus ja, ik ga hem lekker neerpleuren bij het vliegveld. En dan ga ik jullie bedanken voor het kijken. En nogmaals, ja, sorry dat hij misschien wat korter is. En jullie hebben zo lang op de Zulu gewacht en dan doe ik maar 2 meldingen. Ja, ik weet het. Maar ik hoop dat jullie hem toch leuk vonden. Dus blauw duimpje zou alsnog heel erg gewaardeerd worden voor de moeite. Ook al denken sommigen hebben daar geen begrip voor dat ik geen moeite heb gedaan vandaag. Maar goed, dat zal vast wel meevallen. We gaan hem neerzetten en dan gaan wij nog iets opnemen. Wat het gaat zijn, echt geen idee. Maar dat zien jullie over een aantal dagen dan wel. Hè? Ik ga proberen, dus nogmaals wat ik al zei toen straks begin van de video. Wanneer dit, wanneer dat, wanneer doe je dat weer eens, wanneer komt die weer eens. Ja, ik denk er echt allemaal aan, maar ik heb er gewoon geen tijd voor. Maar alles wat jullie mij vragen, meestal al, bijna alles, heb ik zeker wel in gedachten. Oh, dat was een harde landing. Om te doen. Hoppa, mooie landing. En ja, ik denk aan jullie. Tot de volgende. Doei.